Hoi! Hi! En welkom bij Product Update nummer 30. 30 alweer, ja. Ja. Nou, dat is heel toevallig, want Mark zegt net vanmorgen, ik word binnenkort wel 30 jaar. Ja. Dus we hebben eigenlijk een dubbel feest. Vandaag, dat is heel toevallig nog, een hele kist met snoep. Precies. Nee, Mark wordt binnenkort 30, dat even terzijde. Ja. Update nummer 30. Vorige keer verwezen we jou trouwens naar Mindmasters, waar Mark ook onder andere aan deelnam. Precies. We hebben op donderdag hebben we de update gepubliceerd. En op zaterdag kreeg Mark een bericht dat het programma helaas direct... Ja, helemaal voorbij is. Ja. Ja, SBS had besloten om na de tweede aflevering het programma per direct van de buis te halen. Heel jammer. Maar nou, als je gestemd hebt, toch bedankt. Heeft er toch voor gezorgd dat we in ieder geval eindelijk in de tweede ronde kwamen. Nou, die heeft dan helaas nooit plaatsgevonden. Maar goed... Het zij zo. Jammer. Het was gepland tot januari door te gaan zelfs, dacht ik. Hè? Ja, de show 10 zou 29 januari zijn. En het heeft december niet eens gehaald. Dat is zonde. Ja, zeker van alle tijd. Maar goed, al met al was het een heel leuke ervaring. Dus daarom. Toppie. En er was weer even magic op televisie. Ja. Meer zeg ik niet over, want dan krijgen we zo meteen ruzie. Oké. Wat hebben we hier? Een hele grote kist. De feestdagen komen eraan. Ik dacht, laat iets kleurrijks pakken, iets lekkers. Want wat zit hier namelijk allemaal in? Snoep. Veel snoep. Nou, ja. Weet je wat we doen? Mm-hmm. Pak er een paar voor jezelf. Nou, weet je wat? Nou, er zijn er niet heel veel. Ja. Pak ook een paar voor je moeder. Laten we dat zo doen. Dan pak een paar voor je moeder. Oké. Okay. Pak er meer voor je moeder dan voor jezelf. Oké, pak er een paar voor je vader bij. Ja, dat is man. Die heeft ervoor gezorgd dat ik hier zit. Ja, dat klopt. Pap trouwens ook. Oké, okay, dat is denk ik wel genoeg. Ja. Oké. Okay. We zijn niet zo snoepers thuis. Nou, nee. Oké, okay, ja. Dan zou het misschien wel dik maken dat je nog meer pakt. Het leuke is dat je met deze snoepjes kun je iets heel bijzonders. Ik weet niet of jullie ooit Hans Klok in theater hebben gezien. Ik kan het eigenlijk wel laten zien, weet je wat? Als jij die stok even vasthoudt, zet die kist even opzij, zo, dat is makkelijker. Mm-hmm. En een beetje meer uitzicht. Het idee is het volgende. Mm-hmm. Je kunt door met die stok over de snoepjes te zwaaien, kun jij die snoepjes laten verdwijnen. Visueel, dat is in een flits. Ik weet niet of jullie de duivenpan gezien hebben met die grote vlam, nou dat gaat ook gebeuren met deze snoepjes. Okay. Je hoeft alleen maar te zwaaien. Let op, daar komt die. Zou mooi zijn als dat kon, hè? Ja, ik ben niet alles wat ik zeg is echt zo namelijk. Als je namelijk je vingers knipt, dan blijkt dat die snoepjes niet verdwijnen, mm-hmm. maar dat er iets anders mee is gebeurd. Zou je even, kies een snoepje uit en tel het even op. Kijk, en dan blijkt namelijk dat al die snoepjes samen één grote ketting vormen. En die, je bent bijna jarig, snoepketting, ja, super. Nou, dit is de snoepjeskist, zoals we onder andere te zien bij Hans Klok. Check op de site even snoepjeskist op de website. Daar staat een filmpje bij zoals Hans Klok dat destijds deed bij SBS op televisie. Zoals ik het nu doe, doe ik de truc alleen. Dat kan. Dat in principe, heel veel mensen zeggen ja, maar dat kan niet. Het kan. Ik geloof me, het kan. Heb je assistenten of heb je afleiding? Nou is het nog mooier, maar in principe werkt dit ook. Snoepjeskist krijg je compleet, een hele grote kist. Met een schaaltje wat je ook nodig hebt uiteraard. Een video-instructie zonder snoep. Je kunt het zelf vullen met snoep, met spekjes, wat je zelf wil. €249. Exclusief bij Dynamite Magic Shop. Heel luxe gemaakt. Het is allemaal professioneel gemaakt. Niet gewoon in elkaar geflanste plexiglazen kist. Mm-hmm. Professioneel gefabriceerd. De snoepjeskist €249. Yes. Euro. Eens even zien. Hebben wij nog iets interessants, Mark? Nou, ik heb niet iets nieuws. Maar wel iets leuks. Dit is een plexiglas kistje. Eigenlijk de kleine versie van de snoepkist. Ja. Je mag het balletje wat erin zit controleren. Balletje. Als mede het... Kijk, oké. Okay. Hartstikke duidelijk. Het doosje op aan alle kanten gewoon... nergens geen dubbele bodem in zitten. Vallaatjes. Nee, het is zoals het is inderdaad. Ja. Normaal elastiekje. Top. Nou. Oké. Okay. Elastiekje hier om het plexiglas doosje heen. Zo. Het elastiekje eromheen doen is het moeilijkste onderdeel van de truc. Ja. En het is niet eens speciaal, maar het is mooi is dat er gewoon... Precies, zo blijven de dekkers in ieder geval erop zitten. Dat is het.
kan er nergens in. Maar. 1, 2. Oeh. En dan zit het balletje weer terug in het plexiglas doosje. Waar je kan hem hier uithalen. Weer. Verder niks. Nice. En dit wereldwonder kost? €3,50. Sterker nog, €2,50. Dat is niet om te verbeteren, maar hij zegt €2,50. We hebben een heel aantal van de trucjes die we ook de volgende keren gaan laten zien. En deze reeks eigenlijk, omdat we merken dat mensen dit soort dingen heel erg leuk vinden. Ja. En deze zelfs met €2,50. Ja. De verwarring, ik snap die verwarring, maar we hebben een andere met ook zo'n doosje die €3,50 is. Deze is €2,50. Hij heet? Bandit Ball. Bandit Ball. Je krijgt alles wat je ziet. Alles wat je ziet, plus de instructie. Op video. Kijk. Er is ook nog online video instructie erbij. Heb je die nodig? Nee, het is niet zo moeilijk. Maar een online video instructie is altijd mooi. Ja, absoluut. Bandit Ball. Bandit Ball. Ik zal dit ding ook even vakkundig laten verdwijnen. Zo. Vorige week kregen we een boekje binnen. Drawing Thoughts van Christopher Warlens. Oftewel Chris Warlens. Chris is onder andere bekend van zijn Reveal. Ja. Hebben we vorig jaar met Chris samen hier een winkel laten zien. Waarbij je een tekening maakt op een stukje papier. Mm-hmm. Gaat het hele ding gaat een envelop met een clipboard erbij. En jij weet wat de toeschouwer getekend heeft. Ja. Chris heeft zich erg verdiept in het tekenen, tekeningen dupliceren. Oftewel drawing duplication heet het in het Engels. En heeft daar een heel mooi boekje over uitgebracht. Er staan een 5 of 6-tal routines in. Zowel met geprepareerde zaken als met niet geprepareerde zaken. Om tekeningen te kunnen dupliceren. Dus dat je zogenaamd weet wat een toeschouwer denkt. Dus je hebt toeschouwer papier, een pen, die maakt een tekening. En jij kunt vervolgens exact diezelfde tekening namaken. Daar komt het op neer. Nou, Chris heeft onder andere bevriend met John Archer, met Luc Jomet. Die hebben ook stukjes een bijdrage geleverd voor dit boekje. Dus als je serieus mentalist bent of enigszins interesse hebt in het dupliceren van tekeningen, is dit zeker een goede investering. Ik moet even spieken naar de prijs, want het is een helemaal nieuw. Drawing Thoughts kost €59. De prijs die je normaal voor een truc betaalt, heb je hier eigenlijk alle info die je nodig hebt voor heel veel methodes. Ja. Dus het boekje Drawing Thoughts van Christopher Wallens in de Engelse taal. Oké, gaan we nog iets? Nou, we gaan iets doen met deze kaart. En deze twee 50 cent muntjes. Ja, oké. Zo, die zijn aan de hand. Jij mag die kaart vlak houden. Heel goed, dankjewel. Doe ik deze, leg je er hier bovenop. Moet je zorgen dat de muntjes er niet van afvallen. Okay. Zo ja, heel goed. En dan probeer dit muntje door. 50 cent en 50 cent zie ik, ja. Door een muntje. Ja. Mag ik? Ja. Oeh, wauw, dat is inderdaad wel heel Nou hoeft het niet per se met een kaart, maar kan het ook bijvoorbeeld met een doek. Dus je laat één toeschouwer aan deze kant vasthouden. Ja, dit idee zeg maar, hè? Heb je dan. Ja, en dan balanceer, of dan leg je ze hier in het midden en dan trek je hem door die doek heen. Ja, we zullen het even het filmpje opdraaien hier. Ja. Dat kunnen we nu niet doen, want we hebben dan nog iemand nodig, we hebben twee toeschouwers nodig die het doek vasthouden. Precies. En ik ook dat die het doet, dus we zijn er met twee, niet met drie. Ja. Maar laat dat filmpje even zien hier in beeld. Ja, ja, ja. Oké, ja. Dit noemen wij DMS Supercoin. Het is een combinatie van speciale munten. Mm-hmm. Hele mooie munten. En DMS Supercoin hebben wij in 50 eurocent en in halve dollar. Dan betaal je €75. Mm-hmm. Je krijgt er een doek bij. Je krijgt er de muntjes bij. Je krijgt er een grote kaart bij. Dus dan kun je eigenlijk alles compleet. Ja. Zeg je nou, ik wil het liever in €2... Dat kan ook. Kunnen we ook gewoon voor je samenstellen. Je hebt hem niet op de site staan, maar ja, tenminste nu nog niet. Misschien wel tegen de tijd dat de update uitkomt. Maar die kunnen we ook voor je maken. €92,50. Dat is wat duurder omdat de munten die daarvoor nodig zijn wat duurder zijn. Professioneel gemaakt allemaal. Geen rommel. Gaaf, ja. Dus dit is DMS. Supercoin. Dan, als we toch met muntjes bezig zijn, heb ik hier nog een klein zwart doosje. Ik ga het hier even neerzetten. Ik heb nog €1, 50 cent. Nou ja, en een dekseltje. En het grappige is, als je dit doosje hebt, zeg maar. Mm-hmm. En je legt daar €1 in. Zo, €1 gaat erin. Zo. Je hebt die 50 cent. 50 cent kun je er ook in leggen op deze manier. Mm-hmm. Dekseltje plaats je erop.
deze manier. Zo. Door op het doosje te tikken, gaat één munt door het doosje heen. En je hoort al, er zit nog steeds een munt in het doosje, dat is namelijk de 50 cent. Zie. Dit is de Euro Wonderbox, ook exclusief bij Dynamite Magic Shop. Ik weet niet of jij hem ooit gezien hebt eigenlijk. Maar... Nou, niet van alleen een filmpje. Ja, filmpje, ja, ja. Wij zijn altijd redelijk onvoorbereid als we dit gaan doen. We pakken wel wat spullen. En het is altijd een verrassing wat we gaan doen. Mm-hmm. Euro Wonderbox. Ja, zijn ook speciale trucmunten. Nou, die zijn niet goedkoop, laat ik zo zeggen. We hebben heel strakke prijzen qua munten, dat weet ik. Dus wat dat betreft is het goed. Euro Wonderbox kost compleet €65. Met alles wat je nodig hebt. Oh ja, het euromuntje trouwens kun je gewoon uit je eigen portemonnee pakken. Dat zit er niet bij. Dat kun je gewoon zelf gebruiken. Zeg ik er even bij. Dus Euro Wonderbox. Ook een mooi dingetje. Wacht, laat ik de euro even uitpakken. Ik heb nog een idee. Oh ja. Pakken een euro bij, dan pakken we 2 euro's. Mm-hmm. Want, ik heb altijd in het circus willen werken. Even kijken of dat kan. Als je twee mensen heel voorzichtig zo. Balanceren. Oh, zie, kan je het laten balanceren. Dus blijven, twee mensen blijven gewoon op elkaar staan. Zie. Je kunt ze ook uiteraard weer van elkaar afhalen. Dit is de Balancing Coin van Tango Magic. Oké. Okay. Kost Balancing Coin €22.50. Balancing Coin. Maar goed, tot zover nice, de muntjes. Nice. Ik heb hier de 50 Shades of Grey versie. Nou, dat is iets anders. Knip. Maakt niet uit, doe nog een keer. Ja, de 52 Shades. Ja, het is heel verwarrend. 52 Shades of Red. En dan versie 2 van Shimlim. Degene die versie 1 heeft, die weet hoe mooi het is. Ja, en zeker absoluut, als je kijkt naar de filmpjes van Shimlim, de souplesse waarmee hij het doet, is uniek. Dan zal de filmpje hierboven nog afspelen. In dit pakketje vind je het kaartspel zelf. De rest van de gimmicks. Ja, ja. En alles wat je nodig hebt om die visuele magie in jouw handen te laten gebeuren. Ja. Er komt wel wat oefening bij kijken. Ja, zeker, zeker, zeker. Je had deel 1, ik denk een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, misschien wel 2, kwam deel 1 uit. Mm-hmm. 52 Shades of Red. Daar zat een heel deck bij ook. Mm-hmm. Er zit hier inderdaad ook bij. Inderdaad, hier zitten een paar extra kaarten bij waarmee je de effecten die op de nieuwe video te zien zijn. Op de site zie je allebei de video's. Inderdaad, en daar kun je nog cooler effecten mee. Dus als je deel 1 hebt en je denkt, mijn kaarten zien er niet meer uit, ik heb nieuwe kaarten nodig. En je koopt dit, heb je al je kaarten weer terug. Plus extra. Plus extra. Online video instructie. En er zitten wel de benodigde zaken bij om ook gimmicks te maken. Niet alle gimmicks zijn klaar, je moet het meeste nog maken. Maar met de materialen die erin zitten. Dus het is niet zo dat je nog naar de winkel moet om 100.000 dingen te kopen. Het zit er eigenlijk voor het grootste gedeelte bij. Alright. Ja, het is heel cool. Ik weet inderdaad, voor deel 1 hebben we zoveel verkocht. Nou, deze loopt ook al lekker, hoor. Ja, dat is ook zo. Maar ik begreep ook niet dat deel 1 dat het eruit ging. Maar ja, misschien waren er toen al plannen om deel 2 te maken. Dat kan. Want als we dat op voorraad hadden kunnen blijven houden, was dat blijven verkopen. Dus echt, ja. Ja, het check de filmpjes maar. Beurt gemaakt bij Pen & Teller natuurlijk. Ja. Dus als je die kant op wil. Ja. 50 Sushi kost €79. Zo is het. Als je dit voor tieners neerzet, dan heb je al meteen commentaar. Ja, voor mensen die 29 zijn ook dan. Ja. Nou, wat is dit? Nou ja, dit is een frame met 4 gaten erin. En in die gaten zitten 4 ballonnen. Mm-hmm. Heb je het ooit gezien? Deze truc? Ja, ik heb het wel eerlijk gezien. We hebben zoveel dingen. Dat klinkt heel stom dat we zeggen. We hebben echt zoveel dingen dat als mensen niet om iets zouden vragen hier, kan het zijn dat je een truc gewoon nog niet echt live hebt gezien. Kijk, dat het inpakken is wat anders dan dat je het live ziet. Dit zijn 4 ballonnen in een frame. Nou is het zo dat een toeschouwer mag normaal ballonnen kiezen die stuk geprikt worden. Ja. Of meerdere toeschouwers. Je kunt dus zeggen, ik heb een voorspelling gehad aan de achterkant, die laat ik zo meteen zien. Van de ballon waarvan ik denk dat die overblijft. Dus daar heb jij een voorspelling van gemaakt? Ja. Oké. Ja.
Die zie jij nu, dus dat is op zich niet zo gunstig. Natuurlijk kun jij beïnvloed worden. Ja. Dus ik zal, het is niet afgesproken, maar ik zal laten zien hoe het effect uitziet voor de toeschouwers. Dus je zegt, stel je vraagt 3 toeschouwers en je zegt toeschouwer 1. Welke ballon wil je dat ik stuk maak? Dan mag je een getal kiezen, 1, 2, 3 of 4. Je mag ook de kleur noemen. Whatever dat je kiest, gaat stuk. Daardoor blijft er eentje over. En die moet stroken met mijn voorspelling. Oké. Okay. Ja, we kunnen dit niet echt laten lijken. Het is wel echt, maar in principe alles wat je zegt zou natuurlijk beïnvloed kunnen worden door dit. Ja. En ik kan ook even niet bedenken hoe je dat zou kunnen omzeilen, zeg maar. Nou, als ik nou even zo ga staan, aan deze kant. Ja, ja, maar je hebt het natuurlijk gezien. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Jij mag even een nieuwe Oh ja, dat is een goed idee. 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 Oké. Okay. Ik geef jou de naald. Ja. Ja, we bedenken het ook ter plekke. Prikken eentje stuk. Oké, okay. Yeah. Dat is de blauwe. Hartstikke stuk, zoals je kunt zien. Oké, okay. Prik er nog eentje stuk. Groen, ook hartstikke duidelijk. Oké. Okay. We hebben nog rood en we hebben nog geel. Ja. Yeah. Prik er nog eentje stuk, of je zelf wil. Oké, okay. Rood. Oké. Okay. Nu is er eentje overgebleven. Mm-hmm. Dat is de gele. De gele ballon. Dat mm-hmm. wist ik. Dat nee, wist ik echt. Ik kan laten zien, want als je op de achterkant kijkt, is er namelijk bij één ballon, staat een pijl, zie, en dat is de gele ballon. Zie je? Dat wist ik. Mental Balloon heet dit. Mental Balloon. Wat krijg je? Je krijgt een speciale frame. Je krijgt de gevaarlijke naald die ik weer ga voorzien van het kurkje. Zodat ik mezelf zo meteen niet lek trek. Je krijgt een aantal ballonnen erbij. Maar tip, als je de truc bestelt, bestel meteen een zak extra ballonnen erbij. Een extra zak ballonnen kost iets van 8,50. En dan heb je 25 rode, 25 gele, 25 blauwe, 25 groene. Dus kun je 25 keer de hele truc doen. Mental Balloon. Uiterst eenvoudig. Er is niet meer nodig dan wat ik net deed. Nou, dan wat jij net deed. Ja, ja, je precies. Kan op een afstand gaan staan. Je zou zelfs de toeschouwer zelf het bord kunnen laten omdraaien als je dat zou willen. Want als je het eenmaal geprepareerd hebt, dus dat wil zeggen de ballon erin hebt gezet, is het voor de rest zelfwerkend. Hoe kan dat? Ja, dat kan ik niet verklappen, maar het is echt zo. Dat is de Mental Balloon. Dat is ook wel een heel, heel mooi dingetje. Hé, dat ziet er ook mooi uit trouwens. Een nieuw kaartspel. De Belenta. Geen gimmick deck, maar gewoon echt een. Pluisjes op onze mooie mat. Nieuw kaartspel. Ja. Echt, ik moet een beetje aan gewoon Venetië denken. Dat is ook veel Italiaans. Belenta klinkt ook Italiaans. Dat is wel heel. Hoe zeg je dat? Ja, chic. Een beetje klassiek. Ja. Sierlijk. Romantisch, misschien ook een goede woord. Ja, voor mijn gevoel zijn ze iets flexibeler als een gewone bicycle kaart. Toch is het gewoon Aircrash & Finish voor United States Playing Card Company. Ja. Ja. Ja, maar ja, achterkant is. Ja. Ook mooi. Ja, we moeten er meer over zeggen. Is ook zo. Meer kun je er niet over zeggen. Het Belenta deck kost €12,95. Ja, het zijn gewoon mooie kaarten als dat in je setting past of het is je smaak. En voor de verzamelaar, ja, absoluut. Zeker waar. Oké, Belenta deck. The Count. Alex Pandrea. Alex Pandrea was vorig jaar hier met een lezing, liet een hele gave dingen zien. Nou, The Count is ook weer een heel mooi effect. En het idee is eigenlijk dat je zelf constant de controle hebt over een kaart die gekozen wordt. De toeschouwer die deelt door een spel, kiest een kaart, kopieert het spel nog een keer. En jij weet telkens waar die kaart ligt. En zonder dat je het spel zelf aanraakt. Mm-hmm. Je moet het zelf even leren van de DVD. Je krijgt ook geen kaartenspel bij, je gebruikt je eigen kaartspel. En leert het hele effect. Een video laten zien kan, maar dat heeft eigenlijk weinig zin. Je moet het echt doen. Ja. We hebben het niet zelf fysiek geoefend dat we het hier even kunnen laten zien. Daarnaast zou het sowieso niet overtuigend overkomen. En het is eigenlijk een any card of any number effect weer. Je leert 6 verschillende versies. Dus dat zijn echt wel veel. En de toeschouwer die doet echt al het werk. En je hebt geen gimmicks nodig. Dus in principe, als je ergens bent en iemand zegt, hey, doe eens een truc met een kaartspel. En je hebt dit geleerd, doe je met dat kaartspel. Dat je door het kaartspel heen bent gegaan om even te checken of alles goed is en een kleine handeling hebt verricht met de kaarten, kun jij de truc meteen vertonen. Ja. Dus The Count, Alex Pandrea, heeft hele bruikbare effecten, praktische effecten, vind ik persoonlijk. Is zeer de moeite waard. Kost €25.
Dus dat is ook een zeer mooi effect. Zeker. Nou, om dan in de DVD afdeling te blijven. Nog een DVD van Siegfried en Roy over het leven van en de weg ernaartoe. En, ja. En dan een film gebracht. Niet echt documentaire inderdaad, maar het is echt film en film gebracht. Dus het is echt, vanaf kinderen beginnen ze zeg maar het hele verhaal. Over, het verhaal achter die twee jongens. Siegfried en Roy zijn de twee goochelaars met de leeuwen. Ik bedoel, op zich over het algemeen wel bekend. 4,5 euro. Koopje hoor, dat is een koopje. Maar we hebben er echt een heleboel. Dus... En we hoeven geen heleboel van die te hebben. Nee, daar zijn we wel vanaf. Dus als je een keer geïnteresseerd bent om een film te kijken over het leven van hun. Hoe lang duurt dat al? Die je mogelijk inspireert. 50 minuten. Oké. Okay. Ja. Leuk kerstcadeautje. Surprise cadeautje. Absoluut. Toch? Ja. Vind ik wel. Zeker. Dus je 4,50 pas altijd in een... In het budget. Ja, meer hoef ik er niet over uit te wijden. Voor mij ook niet. Hey, ik heb nu het gevoel dat wij ons persoonlijke record aan het breken zijn. Met drugs en tijd? Of, Ik weet niet hoe laat het is. Maar volgens mij halen we de laatste... Normaal denken we dat we rond de 20 minuten zitten. En zitten we de laatste keer zaten we volgens mij op 35 minuten of zoiets. Ja. En ik weet niet, maar volgens mij zitten we daar nog lang niet op. Dat maakt het niet uit, want we hoeven het niet altijd heel lang te maken. Nee. Mocht je nou denken, ik heb naast al het goochelen, wil ik ook wel eens een echte goochelaar zien. Dan kun je natuurlijk naar de winkel komen, maar dat bedoelde ik niet. Dan kun je ook vakmensen aan het werk zien. Nou, een van die mensen die met zijn hele team heel hard werkt, al jarenlang, is Christian Fahler. En Christian Fahler met de Showgirls of Magic, die hebben nu een nieuwe theatershow, The Night of Illusions. Ja, is begonnen. Die is gisteravond of eergisteravond in première gegaan. Ja, het is nu een dinsdag als we dit opnemen, dus daarom klopt het niet helemaal wat je zegt. Kunnen we ook eens checken. 3 december. Ja, 3 december. Oh ja, het is vorige week zelfs. Oh ja, Rotterdam. Ja, oké. Okay. Ja, première zie je. 7/12. Ja, oké. Okay. Luxor Theater was officieel de première. En het toert door het hele land. Check dat even. Als je bij ons bestelt, grote kans dat de flyer in de doos belandt. Want in principe voegen we bij elke order zo'n flyer bij. Dus dan krijg je ook die informatie. En anders kun je gewoon op de site christianfalle.nl. Of heeft hij een aparte website hiervoor? Nee, christianfalle.nl is gewoon. Dan heb je inderdaad alle info. Zeer de moeite waard. Als je van die grote illusies houdt. Degene die op de Dynamite Day zijn geweest, die weten een klein beetje wat ze kunnen verwachten. Ja. Maar dat is natuurlijk tip of the iceberg. Zo is het. Dus echt een aanrader. Hij toert tot en met februari. Ja, tot en met februari. We gaan zelf toevallig 14e. Ik weet dat Valentijnsdag was, dacht ik. Oh, 14, ik zit er helemaal... De Maaspoort. Oh ja, zie je? 14, Maaspoort Venlo. Gaan we zelf ook. Is echt heel cool. Als je een sympathieke gast aan het werk wil zien. En je ziet waarom hij zo hard werkt. En waar hij werkt met zijn hele team. Ja. Dan moet je dat echt ondersteunen. En hou het goochelen in leven in Nederland ook. Ja. De theaters. Steun deze mensen ook. Ga naar hun shows. Dan blijven we met z'n allen lekker aan het werk. Ja, absoluut. Zo is het. Absoluut. Anders samen kunnen we die hele Magic Community, als je het zo mag noemen. Ja. Klinkt wel heel serieus. Is wel. In stand houden. Want als we mensen goochelaars aan het werk zien... Ook het gewone publiek, dan blijft dat borrelen, blijft het interessant en blijven mensen ook vragen naar jou om op te treden of om een trucje te laten zien of wat dan ook. Blijven wij ook in stand trouwens, dus het hele kringetje. Is dan helemaal rond? Ja, blijft dan helemaal rond. Nee, zo is het. Het is, even kijken, deze gaat op donderdag online. Even kijken hoor, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat betekent dat er net voor de kerst nog een update komt. Mm-hmm. Dus we wensen je nog geen prettige kerstdagen. Ja, dat wensen we je wel, maar niet nu. Ja, binnenkort weer al. Dus er komt nog een update over een week of twee. Ja, zoiets. Zijn we iets stoms vergeten? Nee. Je bent welkom in de winkel. Ja, inderdaad. Je bent welkom om je orders te plaatsen. Als het voor kerst is, plaatsen we wel op tijd. Wij sturen snel, maar het kan zijn dat een post of courier of wat dan ook er langer over doet dan normaal. Dus rond Sinterklaas vaak al zo. Al moet ik zeggen, dat ik er niks over gehoord heb dit jaar nog. Nee. Dat misschien iets misgelopen is. We kappen mee. Goed. Toch? Tot de volgende. Adios. Hoi. Hoi.